Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de hoge vertegenwoordiger, de situatie in Nagorno-Karabach baart mij grote zorgen. Net als u, net als alle collega's. Daarom debatteren wij hier vandaag ook over. En als je vandaag Brussel binnenreed, dan zag je de vlaggen door de straten. Mensen die bezorgd zijn, bezorgd om de mensenlevens die gedood worden in de regio. Meneer de hoge vertegenwoordiger, de Europese Raad heeft u vorige week de opdracht gegeven om u te beraden over verdere EU-ondersteuning in het vredesproces. U was heel duidelijk vandaag. U gaat voor een staakt het vuren. U spreekt met alle partijen. Maar wat mij verwonderd heeft, u heeft eigenlijk niet gesproken over het gebruik van clusterbommen. U heeft eigenlijk niet de buitenlandse partner genoemd die zich inmengt daar, namelijk Turkije. U heeft niet gesproken over die foreign fighters die naar daar gestuurd worden. Nee, u spreekt over een positieve agenda met Turkije voor het conflict dat mijn Cypriotische collega aanhaalde, wat ik begrijp. Maar met Turkije gaan we eens alle kaarten op tafel moeten leggen en duidelijk maken dat dit niet verder kan. Dank u wel, u heeft onze steun om dit conflict op te lossen.